Gade is veranderd naar Afro-D. Aan het begin van een nieuw jaar worden er veelal nieuwjaarswensen uitgesproken. Naast persoonlijke wensen zoals gezonder eten, naar de sportschool gaan of reizen, zijn er ook bedrijven die een nieuwjaarswens hebben. Onze nieuwsdienst vroeg diverse functionarissen en personen naar hun voornemens voor 2024. Masha, als we empathie voor elkaar kunnen opofferen, denk ik dat we een veel betere wereld hebben. En daar is Suriname niet uniek in. De hele wereld zit in een soort conclave van hoe gaan we daarmee om? Dat we voor 2024 veel meer hoop mogen hebben, dat kan ik zeker zeggen, vanuit als vertegenwoordiger van de regering, omdat de vooruitzichten goed zijn en het is het jaar voor de verkiezingen. We kijken niet gewoon naar die verkiezingen, we kijken en we blijven werken voor de samenleving en we doen ons uiterste best uiteraard. Ik wens iedereen een jaar toe in goede gezondheid, want zonder gezondheid heb je in principe niks. Dus in goede gezondheid, ook een jaar vol motivatie. Ik hoop dat de mensen achter hun doelen gaan, persoonlijke doelen, maar ook de doelen die gesteld worden door de overheid, door werkgevers, zodat we samen toch wel de nodige vooruitgang kunnen boeken in Suriname. Laten wij de vernieuwingen die op ons pad komen omarmen. Laten we dankbaar zijn voor de zaken die we reeds hebben meegemaakt. Maar laten we vernieuwingen omarmen, want als Suriname denk ik dat we nog een beetje te veel vasthoudend zijn aan het oude en te weinig gebruik maken van de moderne toepassingen. Dat we eigenlijk elkaar beter vinden om stappen vooruit te maken. Een aantal van onze sectoren zijn in zwaar water en zwaar weer. Ik denk aan de gezondheidszorg, ik denk aan onderwijs als geheel. Maar ook ons sociaal support system voor mensen die minder resources hebben. Dat is in zwaar weer. Dus ik zou graag willen zien dat ieder op zijn of haar manier een manier vindt om de schouders rond te zetten om dat op te liften. ATV wenst de gehele Surinaamse samenleving een gelukkig nieuwjaar en spreekt de hoop uit dat iedereen zijn of haar voornemens kan laten uitkomen.